Jullie stapten samen in het huwelijksbootje. De toekomst lag open, vol onbezorgde dromen. Een aantal jaren verder weten jullie, niet al onze dromen zijn uitgekomen. Onmenselijk veel hebben jullie moeten incasseren. Alleen echte liefde houdt dan stand. Velen die jullie koesteren, hebben jullie trachten bij te staan en voelen zich vaak machteloos aan de kant. Jullie hebben in ons hart een speciaal plekje. Zijn en blijven heel bijzonder. Na zo'n turbulent huwelijk, nu 40 jaar bij elkaar, vinden wij echt een heel groot wonder. En ik wil jullie graag iets aanbieden. Dat is de ingezaald en de speciaal bedrag. Bestemd voor de vakantie of zelf te besteden iets. En hoe mag hij komen? En eigenlijk wil ik Conny er ook op bij. En dan wat ik gehoord heb, komt er weer andere voldoende bij. Het is lang niet alles dat er nog komt. Maar er komen nog niet bij. Dat is van alle mensen die gekomen zijn, is dat ingezameld. En ik heb nog iets. Die shit is eigenlijk voor Conny. Ik weet dat Engel heel ongeduldig is. Ja. Dus daarom heb ik van Engel iets anders meegenomen. Dit is een bloemstuk, er zitten allemaal briefjes in. Je mag je allemaal uit elkaar gaan halen, opengevouwen. Er zit voor een paar honderd euro zit daarin.
Dat mag jij doen. 1 miljoen? Nee, niet nu. Nee, niet nu. Nee, niet nu. Dat is niet doen. Nee, dat ben wel avondje de meeste mee. Tot de kerst, denk ik, een beetje. Nou, dank jullie wel. En dan wil ik graag nog iets persoonlijks aan jullie voordragen. Dan mag je blijven staan. Mag ik blijven staan? Ja. Lieve Corrie en Engel. Net vanuit mooie Drenthe begin ik aan mijn eerste baan in Amsterdam. Voor 40 uur per week werken bij gezin Jonghart. Op dat moment besefte ik niet wat een impact het voor beide partijen heeft 40 uur in het privéleven van een gezin te vertoeven. Ik nog zo jong en onervaren. Wat ik zag, een moeder met de touwtjes goed in handen, een vader op de bank met een been in het gips, een kind in een zitzak, een peuterkrop over de vloer, een babybox op de kop met een kerstboom erop, een nichtje die was er te logeren, een hond en een kat, een buffetkast, een eethoek, een bankstel met een wielse tafel en een kachel. Deur naar de hal, open deur naar de keuken, deuren naar de serre en een open doorgeefkast. Dat allemaal in een ruimte van 5 bij 5 vierkante meter. Onvoorstelbaar wat er in zo'n ruimte past. Het spreekwoord, er gaan een hoop makke schapen in een hok, was in de beste vaarstraat zeker van toepassing. Alhoewel, het makke kan er af. Begrijpen we dat we elkaar wel eens letterlijk en figuren tegen elkaar aanbotsten. Met alle gevolgen van dien. Ik weet niet of het woord al bestond, maar een soap was het zeker. Als Emiel gestrest was, kreeg hij het gevoel wel eens dat we hem in de maling namen. Uiteraard was dat ook zo. Vrouwen begrijpen meestal niet waarom mannen zich zo druk maken. Wat zich vaak uitte in overdreven serieus kijken van ons. Vooral niet lachen, tot we er bijna in stikten. Dan was het huis natuurlijk echt te klein. Eén keer was Emiel aan het schrijven, werd hij erg boos en smeekte hele handen op de kamer. Hij wilde het weer pakken, maar kon de pen niet vinden. Maar hij wist zeker hem in de kast gesmeten te hebben. Dat was ook zo, maar wat hij niet zag, maar wij wel. De pen stond rechtop in een bloempot, naast de plank. Woest was Emiel. Hij werd zo woest, dat wij niet eens meer durfden te vertellen waar hij was. We stikten er bijna en durfden elkaar niet meer aan te kijken. Vaak hebben we daar nog om gelachen. Nou, jullie hoorden dat, Corrie wist het gelijk. Eén keer stond de taxi voor de deur en Corrie met Erik naar de fysiotherapeut te brengen. Het echtpaar kreeg knallende ruzie. Corrie wilde weg met Erik. Dat mocht niet van één uur. Hij pakte Erik en zei, ik ga. Corrie pakte Erik en zei, nee, ik ga. Zo ging het een tijdje door. Terwijl de taxichauffeur buiten stond te toeteren van, schiet nou eens op. Ik zei, ga lekker door met ruzie maken, ik ga. Ik heb hem opgepakt en ben met hem in de taxi gestapt. Op de terugweg dacht ik, oh my god, wat heb ik nu gedaan? Straks zijn ze boos dat ik zonder toestemming ben gegaan. Gelukkig viel het mee en zaten ze nog samen op de bank. Zo zien jullie maar. Het had een gaatje geschild of wij hadden vanavond niks te vieren gehad. We hebben veel met elkaar meegemaakt. We hebben veel samen gedaan. Door wat we meemaakten werd werk en privé meer en meer met elkaar verweven. Veel leuke herinneringen hebben Piet en ik daaraan overgenomen. Hopelijk jullie ook. Een paar dingen die bij mij mooie, fijne of emotionele herinneringen oproepen zijn. Verjaardagen en de voorbereidingen ervan en het vieren. Heel veel creatief bezig zijn. Gitaar spelen en zingen met gebruik van instrumenten, dus heel veel herrie. Bezoeken naar Emeroord. Oefeningen doen met Erik om hem te ondersteunen bij het leren lopen. De eerste stapjes van Erik. Dat hebben we jou gedaan. Koopjes jagen op de markt. Een bloemkool voor een kwartje. Sinterklaas bij oma Jonghart. En zieken. Ja, ziekenhuisopnames van Erik en Corrie. Vakantie in Slagharen. Weekend naar België. Manuel in ons thuis logeren. Toevallige samenloop van een vakantie in Duinwijl met de eerste verkeer van de dochter. Het overlijden van de ouders. Onze jongens die samen experimenteren met verkeerde dingen. Heel veel met elkaar besproken, gedeeld en toevertrouwd. We wisten wat we aan elkaar hadden. We vertrouwden elkaar en konden alles bespreken. Het voelde veilig. Langzamerhand leerden we steeds meer familie kennen. Oma Jonghart, Pieter, Arneke met familie, Gerard, oma en opa Greefkes, Anton, Greet en Yvonne,
Frits, Erik, Trudy, Johanne met familie. Ga zo maar door. Er zijn heel wat families, exen, kinderen en kleinkinderen aan ons voorbij gekomen. Ieder met een eigen verhaal. Anderhalf jaar heb ik bij hen gewerkt. Anderhalf jaar, het klinkt zo kort. Anderhalf jaar die zo bepalend zijn geweest in onze vriendschap met en voor elkaar. Lieve Pauline en Angel, jullie zijn verweven met ons leven. Wij zijn dankbaar voor de jaren van vriendschap en vertrouwen. Na vandaag gaan we op weg met jullie 50-jarige huwelijksfeest in welvaart en gezondheid. Dat is een band, hè? Ja. Wat een band. Hey. En Piet leuk? Piet leuk? Zeker. Thank you.
Nou, jongens, huld aan het bruidspaar! Ja! Voor de storm. Maar stil, hè, jullie. Dat moet overstapwerk. Denk aan. Ga proberen. Lieve tante Corrie in OW-Mil. Er is ons gevraagd iets leuks over jullie te vertellen. Iets weer in de... Oh, iets weer in de microfoon. Zo goed. Dus, ik wist niet zonder na te denken dat tante Corrie een verjaardag had. Ook oh, daar zijn we. Tante Corrie en verjaardagen, waarschijnlijk heel herkenbaar. Verjaardagen, al jaren een kaartje, een telefoontje en allemaal wordt gedacht. Als tante Corrie het even niet meer weet welke dag het was of het even is vergeten, dan belt ze je gewoon wat later. En als ze je verjaardag echt is vergeten, te feliciteren volgt er altijd een sorry. Dan kun je er zeker van uitgaan een uurtje aan de telefoon te zitten. Ja, want kwebbelen, dat kan tante Corrie zeker. Alles wil ze weten. Hoe het met je gaat, hoe het met de kinderen gaat, met de hond, met de kat. En, maar als je vraagt, wie er vandaag jarig is. Wie is er vandaag jarig? Deborah. Zal ze waarschijnlijk zeggen, in orde of niet. En dan zul je zien dat juist vandaag het voor de tweede keer in mijn leven ze het goede antwoord geeft. Daarom vraag ik een daverend applaus voor onze tante Corrie. Liefst de woorden. Laten we even restaureren en zie hier het resultaat.
een zuiver plaatje. Ik zou het altijd weer laten horen als ik bij mijn vader was, want ik doe liever gewoon iets wat mij, wat ik wel kan. Dit niet meer. Verdwenen in de tijd.
maar je weet niet meer wat er gedaan was ofzo, want je kan niet meezingen. Nee. Ben je nou tevreden zoals het gegaan is vanavond? Ik ben hartstikke tevreden. Oké. Okay. Gelukkige gezichten. Ja. En jij ook? Ja, we zijn allemaal tevreden. Gelukkig maar. Ja, dat is een pluspunt. Ja. Bent u ook tevreden, meneer? Ja, het was heel gezellig. Nou, kijk eens. Gezellig. En de pils was goed? Ja, de pils was prima.